Oh, gelijk tegen een paaltje. Dat gaat ze hoor. Mami fiets. Dus ik zo, viel ik ongeveer half. Ik kwam die gast gewoon niet stil. Op. Oh ja? Ah! Dat was je eerste koprol. Ah! Shit. We're getting somewhere. Ik bedoel... Oh. Ja. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Jawel, jawel. Zoals je ziet ben ik al lekker aangekleed. De jongens die zijn naar de crash. Ik moet me nog even opmaken. Ik heb net een heerlijk shakeje gemaakt. En ik zal even gelijk vertellen wat erin zit. Namelijk havermelk, bosbessen, banaan, avocado, chiazaad, lijnzaad en... Oh, hier. Ik had hem niet goed erin gedaan. Deze van Your Super. Dus daar beginnen we de dag mee. En natuurlijk... Een bakkie pleur, hè? Moet ook gebeuren. Oh, ik probeer heel vaak gewoon mijn eigen creaties te maken met die smoothies. En 9 van de 10 keer is het zo lekker en geweldig. Maar ik heb nu een combi gemaakt. Niet te hakken. Nou, ik denk dat het eraan ligt dat er te veel havermelk in zit. Ik wilde deze ook net gaan delen voor sterk met wat. Nou, dat sla ik ook even over. Oh, nee, ik vind dit echt, ik krijg het gewoon niet weg. Dit is jouw smerigste smoothie die je ooit hebt gemaakt. Maar waar ligt het dan aan? Avocado. Misschien, beetje... nou volgens mij was die avocado niet meer goed. Nee, maar ja, nou. Die was helemaal zo bruinig. Ranzig. Daar ligt het aan. Gadver. Oké, mag ik alsjeblieft 1 tip geven aan ouders met kinderen die beginnen te eten? Koop altijd... bordjes met daaronder een soort van, ja wat is dit, rubberen rand. Want daardoor schuiven ze minder moeilijk op de tafel. Dat is zo chill. Deze zijn trouwens van Stokken. En we hebben ook bijvoorbeeld deze zijn mega chill. Die zijn van Maypal of zo. Nou, die hebben ook zoals je kan zien helemaal een rubberen rand. En dat is zo chill als ze beginnen met eten. Want als ze dan met hun lepel of vork eroverheen gaan, dan schuift niet dat hele bord over tafel. We hebben bijvoorbeeld ook dit soort bordjes van de Hema. Nou, dit is echt ja, zo onhandig. Net zoals deze dingen. Ja, die zijn ook heel irritant, want die zijn zo super glad. Plus, ze gaan de hele tijd, moet je even het verschil horen, op tafel ermee rammen. Oké, en? Nou, sorry, ik vind dit wel echt een veel irritanter geluid. Dus daarom wil ik ook gewoon alleen maar servies met rubberen randen. Nou, allereerst zit ik er zo bij. Dan doe ik mijn spiegeltje op een kaars. En dan schijnt de zon of het felle licht in mijn gezicht. Dus dan kan ik het allemaal heel goed zien. Dit palet, dat heb ik al een keer laten zien. Dat is van Charlotte Tilbury. En dan gebruik ik eigenlijk vooral deze 4. Maar dan vooral ook poeder en de highlighter en de blush. Maar ik heb hier ook een hele mooie blush. Namelijk deze. En die heet Cheek to Chic. Dus zeg maar een blush... met ook een beetje een highlighter erbij. Dan heb ik nu deze mascara van L'Oreal. Maybelline van Sky High. Hij heet Sky High. Dit is de concealer die ik altijd gebruik van MAC. En dat is nummertje NC15 die ik heb. Deze foundation, deze heb ik denk ik al letterlijk 10 jaar. Als het niet langer is. Ook de NC15. Dat is nu perfect voor de zomer deze kleur. Altijd Pillow Talk, bijna altijd deze op. En de laatste tijd combineer ik deze ook met lipgloss, vond ik ook wel leuk. En dit is ook Pillow Talk van Charlotte Tilbury. Deze bronzer vind ik heel chill, Comme Deux heet dat merkje. Volgens mij komt dat uit Scandinavië. En dat is gewoon
zo'n bronzing powder. Dat is gewoon zo'n bronzing powder. Nummertje niks. Gewoon de bronzing powder. En dan wenkbrauwpotlood van Brow House, waar ik ook altijd mijn wenkbrauwen moet doen. Dat moet ik ook absoluut even inplannen deze week. Het is al veel te lang geleden. En daar zit ook nog allemaal dingen in. Maar dit is wat ik nu echt de laatste tijd super veel gebruik. Oké, ik heb opeens een mega krentenbollenverslaving. Ik heb gewoon dan, heb je weer iets wat je dan heet aan je kinderen geeft. En in dit geval zijn dat krentenbollen. En dan, ik heb dat denk ik al letterlijk voor het laatst gegeten toen ik zelf kind was. En ik heb het dus nu helemaal ontdekt. Ik vind het helemaal fantastisch. Dus ik eet nu elke dag krentenbollen. Volgens mij helemaal niet goed, maar oké. In ieder geval, ik heb een super drukke dag vandaag. Ik ga namelijk eerst, heel leuk, naar de Kalverstraat. Daar is de Kielswinkel. Ik heb daar een samenwerking mee. Dus ik ga me helemaal daar laten adviseren voor skincare en zo. Vet leuk. Het is echt een sessie van volgens mij 2 of 3 uur. Dan ga ik maar naar mijn lieve vriendinnetje Pien. Eigenares van Stieglitz. Even een beetje koekeloeden. Of er nog leuke nieuwe dingen zijn. En even bijkletsen. Dan ga ik met Wout naar de Over de Kuip. Want zoals jullie hebben gezien, waren we vorige week naar Loggeren, wat geweldig was, met allemaal mooie stoffen. En we zijn tot de conclusie gekomen dat we eigenlijk een soort mix willen tussen gewoon wat goedkopere stoffen van de Albert Kuip en mooie, wat duurdere stoffen van Loggeren. En Jessica, die had een goede tip, want die zei: ga gewoon even naar de Albert Kuip, dan kijk je bij de kniphal. En dan ga ik de volgende keer ook mee dat we wat gerichter gaan kijken, maar dat je nu gewoon een beetje gaat kijken of er überhaupt wat is. Want ze zei stiekem, kan je daar best wel mooie stoffen vinden. En dan kan je gewoon gordijnen zelf laten maken. Een soort van je eigen ontwerpje met een biesje eraan. En nou ja, toen dacht ik, hey, best wel goed idee. Dus dat gaan we ook vandaag doen. En dan is de dag alweer om, dan gaan we de kids verhalen. Oké, we hebben de kasten ietsje opgeruimd. Want het was zo'n troep. Ja, dan smijt je gewoon al die spullen erin. Het is gewoon zonde, want het zijn bijna een soort etalagekasten. Dus dit is ook absoluut niet nog hoe het wordt. Maar goed, het is een begin. En we hebben de opstelling anders gemaakt. Want het leuke van onze bank is dat je hem gewoon op allemaal manieren aan elkaar kan klikken. Dus dat stuk stond eigenlijk hier aan vast. En die stond daar. Dus dat stuk stond hier aan het roze vast. En dan stond die daar. Dus nu is de opstelling toch weer ietsje anders. Wat ik eigenlijk ook wel leuk vind zo. Alleen ik weet dus niet wat ik vind van het roze. Ik ben er een beetje op uitgekeken. Dus misschien gaan we dat switchen voor een andere kleur. Of laten bekleden. Plus misschien is jullie nog wat opgevallen. We hebben de tijgers er weer neergezet. Op hoop van zegen dat die niet worden gebroken door de boys. En we hadden hier natuurlijk die witte boksen staan. Die willen we gaan verkopen. Het was een godsvermogen, die witte boksen. Maar ja, ze passen hier gewoon niet. Het is gewoon te groot. Dus we hebben gekozen voor Sonos. We hebben nu een soundbar onder de tv. Nou, Wout is helemaal weg ervan. Want het geeft gewoon een heel luxe gevoel dat je dus, als je hier dus muziek afspeelt en je loopt letterlijk naar de andere kamer, dan hoor je gewoon hier uit het boxje, daarboven, precies dezelfde muziek op dezelfde volume. En zo kan je dus door je hele huis die boxjes neerzetten. En dan heb je dus zelfs op de wc en in de badkamer overal gewoon zo zacht een leuk achtergrondmuziekje. En het geeft dus best wel een soort rustgevend gevoel dat dus in elke ruimte dezelfde volume muziek is en hetzelfde nummer. Ja, moeilijk uit te leggen, maar degene die Sonos hebben, die begrijpt waar ik het over heb. I'm here! Oh, look at her. Dit pak is wel heel leuk. Nou, we zijn hier in de kniphal op de Kuip. En dit is wat we allemaal neer hebben gelegd op tafel. We're getting somewhere. Het is zo moeilijk om zelf die combi's te maken. Echt bijna niet te doen. Hoe vet als dit dan ons gordijn wordt. Het is een beetje terra velour. En dat we een bies eraan vastmaken van of bijvoorbeeld dit. Of van zebra,
maar dan net een andere soort zebra misschien. Dus bijvoorbeeld zwart-wit. Zoals dit, alleen vinden we dit dan net niet de juiste stof. En dan misschien kussens, ja, van dit soort materialen. Dit hadden we ook nog gevonden als soort bies. Ja, jullie zien het al. De hele thema is hier een soort van Afrika vibes. En dat willen we ook wel echt. Dus waarschijnlijk. We zitten op de goede weg, maar we zijn er nog niet. Animal print interior. Maar ik vind, Snoef, ik vind dit oprecht wel heel vet als bies. Of vind je echt dat die zwart-wit moet zijn? Nee, je mag ook wel een beetje een zachte kleur hebben. Maar ik ben gewoon zo benieuwd wat je er dan weer, wat je eronder legt. Als je dus dit weer als zebra doet, wat wordt dan het kussen eronder? Ja. Want weet je wel, te veel zebra of te veel dierenprinten combineren op een gegeven moment dan, wow. En dit als bies? Minder, hè? Ik ook. En mijn voorkeur gaat tot nu toe gewoon uit naar de zwart-witte zebra. Dus deze. Ja. Op dit velour gordijn. Ja, dat is wel het mooist. Omdat dat is het chicst. Vind ik het chicst, ja. Het klopt het meest. En dan is dit niet de juiste zebra, denk ik. Nee, maar, andere, maar goed, het gaat even om dat kopen we dan weer van een andere winkel. Zo. Dus dan is dit je gordijn en dan is één strook zo erlangs. Ja. Met zebra, dat vind ik wel gaaf. Ja. Ja, wel vet hoor. En dan kan je ook nog, als je dus die strook eromheen hebt, ook nog zo'n van die franjes uiteindelijk in nog weer een andere kleur. Ja. Ja. In beige of zo, weet ik veel. Ja, of juist een lichtere oranje-achtige kan of zo. Ook. Ja. Ik ga even een paar terug leggen. Je bent lekker bezig. Ja, ik help ook even. Ik ben weer thuis. Ik heb de jongens opgehaald van de crèche. En het is zo gezellig. We zijn alleen maar hier van kamer naar kamer beneden. Ja, schatjes. Oh ja? Ga je mee? Je wil niet normaal getild worden. Alleen maar zo. Oh. Wie gaat er mee eten? Dat was je eerste koprol. 1, 2. Oh jongens, ik ben net terug van de Kielswinkel en ik ben zo blij, want ik heb al deze producten meegekregen om te proberen. Allemaal goede dingen tegen pigment, deze. En deze heb ik echt al jaren, die had ik ontdekt toen ik in New York woonde. Het is fantastisch om hiermee te slapen. En dat is helemaal een soort recovery, die heb ik nog. Maar die gaven ze opnieuw mee, vet lief. Oh, helemaal leuk, zin in. Ik ben home alone. En ik ben vorige week begonnen met Sex Life op Netflix. Jawel, jawel. De mensen die dit ook kijken weten exact waar dit over gaat. Very juicy. Maar heerlijk. Ik ben in ieder geval nu bij de derde aflevering. En ik zag allemaal mensen ook op social posten van... Oh my god, derde aflevering, 19 minuten, nog wat. En dan moet ik dus... Dat komt elk moment. Dus dan zet ik de camera weer aan en dan ga ik het kijken. Ik ben aangekomen bij 19 minuten. Dus ik dacht, ik ga mezelf even filmen als ik dit zie. Geen idee wat ik krijg te zien. Shit. Oh my god. Dit is echt. Ik word er helemaal rood van. Wat er? Als je dit hebt gezien, dan weet je wat ik. Oh lord. En dan nu zo'n shot. Basisschool. Moeder die haar kindje support. Oh, heerlijk dit. Zo, ik heb mijn Rosecycle pakje aan. Ik ga namelijk Rosecyclen met Fiet en Noor. Helemaal gezellig, met z'n drietjes. Al toch wel leuker dan dat je in je eentje daar zit, vind ik. Dus ik heb er vet veel zin in. Het is super mooi weer, dus ik baal wel een beetje dat we nu naar de indoor locatie gaan. Want je hebt ook op Strand Zuid bijvoorbeeld, dan ben je gewoon buiten en dan kijk je... uit op een soort meertje en de natuur, echt heel fijn. Maar nu gaan we gewoon binnen, ja, even 3 kwartier gewoon knallen. En dan gaat Fiet met mij, komt ze hier lekker douchen en dan zijn we samen hier met de jongens. Want Wout,
Die gaat andere dingen doen. Dus ja, wel echt leuk dagje. I'm here, ready to ride. Wij zijn dat. Maar ik voel me nu wel heerlijk dat jij die trui aan hebt. 28 graden. Helemaal bezweet. Ja, kijk dan naar buiten. Nou, oké, het is nu super echt mooi weer. Hoe lekker was deze les? Het was zo lekker. Ik ben wel helemaal gewoon, ik zei het tegen jullie, ik vind het gewoon het meest lekker. Het is het allerlekkerste ooit om dit te doen. We waren naar Babette en die is echt mega goed. Dus als je ook ride, huppa, pak een lessie. Heel mooi. Ja, we gaan zo naar huis, douchen. Wolf gaat op de glijbaan. Nee. 1, 2, woe! Hey, zachtjes doen met papa, hè? Niet er op mijn buik gaan lopen beuken. Oh god, ja hoor. Oh god. Oh god. Oh god. Kijk je uit voor je ouwe vader. Oh, Jezus, oh ding. Er komt er nog één bij. Kijk je uit voor je ouwe vader. Lachen, joh. Treintje. Hey. Dit doen ze dus de hele dag op ons. Kom dan. Kom dan. Allebei gevangen. Hier zijn gevangen. Zo, ik ben aangekomen bij de Wankies. Die ga ik nu even weer laten doen. Het is hard nodig. Dus ik heb er zin in. En ze zitten er weer op. In het begin was het altijd wat heftiger. Valt het iets donkerder uit. Maar dat verdwijnt dan wel. Ja, door het laatste seren. Ja. Nee, maar ik vind het wel echt zo'n verschil. Zo mooi. Hier een lekkere rode vlek. Dat moet ook allemaal even weg. Want epileren. Zo, ik ben alweer een tijdje thuis. Ik was namelijk allemaal administratieve rompslomp aan het doen. En dan denk ik altijd, hè, dit is gewoon de minder leuke kant van volwassen zijn. Gewoon al die dingen die er dan bij komen kijken, dat je gewoon dus volwassen bent. Dan denk ik soms, waarom moet ik dit allemaal doen? Ja. Vroeger als kind had je natuurlijk geen idee wat er allemaal bij komt kijken. Al die verantwoordelijkheden, papieren die je moet invullen, handtekeningen erop, alles goed doorlezen, contracten. Ga maar even door, facturen, weet ik veel wat. En ja, ik vind dat gewoon de minder leuke kant van het leven. Dus dan schuif ik het altijd voor me uit en dan denk ik, nee, ik moet het nu doen. En dan, nou ja, net ging ik er dus even voor zitten. En dan denk ik, ja, dit zijn echt volwassen dingen wat ik aan het doen ben. En dan denk ik ook soms van, waarom hebben we dat vroeger niet op school ook gekregen? Dat je gewoon, ik weet niet, wat beter voorbereid bent op al die administratieve dingen waar je dan verantwoordelijk voor bent. Want als jij het niet doet, dan doet niemand het. Maar goed, ik voel me nu weer helemaal bevrijd, want ik heb het af. En dat voelt zo goed. Dan denk ik helemaal, ja, I got my life together. En nu mag ik gelijk mezelf even trakteren. Ik ga namelijk even naar Skins. Oh, de snoepwinkel voor volwassenen. En ik ga even lekker een nieuw parfummetje uitzoeken. Maar ik weet nu al dat ik daar gewoon 2 uur ben. Want ja, degene die die winkel kennen, je weet waar ik het over heb. Serieus, er is te veel moois, te veel lekkers. Dus ik heb er helemaal zin in. En dan vanavond neem ik Wout mee op date night. En hij weet nog niet waar we heen gaan. Het is een geheimpje. We gaan naar George Marina.
En daar heb je zo'n lekkere kaart, ook met allemaal sushi en dingen. Dus we gaan ons gewoon lekker helemaal vol vreten. Lekker wijntje erbij. Ik heb er helemaal zin in. En we hebben ook een soort van bedacht van dat we eigenlijk elke week één avond date night willen. Nou, ik weet nu al, in de praktijk komt hier natuurlijk niks van terecht. Want een week gaat zo snel. Ik las laatst een quote. Toen dacht ik, ja, die klopt als een bus. Namelijk, the days are long, but the years are short with children. Toen dacht ik, dit is zo waar. Ik denk soms echt, als ik dan bijvoorbeeld een dag met de kids ben, wat duurt deze dag intens lang? Wanneer komt er een einde aan? Wanneer gaan ze een keer naar bed? En dan heb ik nu opeens het besef, het is alweer de 8e maand van het jaar. We zijn alweer bijna klaar. We hebben nog 4 maandjes en dan hebben we 2021 alweer gehad. Denk ik, hoe dan? Dus echt, dat klopt gewoon als een bus. The days are long, but the years are short. Ik ben aangekomen in het Conservatorium Hotel. En hier is Skint. Oh, er is zoveel lekkers. Ik kan niet kiezen. Chill, ik laat jullie zo zien welke ik heb gekocht. Ik ben thuis en ik tref een leeg huis aan. Dan denk ik meteen, waar zijn mijn 3 mannen? Wout is waarschijnlijk even met ze aan het wandelen of naar de speeltuin. I don't know. In ieder geval, ik heb een parfum gekocht. Die had ik dus. Daarom heb ik hem ook gekocht. Deze droeg ik. Dat is Juliet Has a Gun, Sunny Side Up. Toen Wout en ik elkaar ontmoetten. En hij heeft nog best wel vaak laten vallen van, toen wij elkaar ontmoetten, toen rook je zo lekker. Dat ik dacht, hallo, ruik ik nu niet meer lekker dan? Ik heb nu Rose van de Labo. En hij zei, ja, ik mis die geur. Af en toe zegt hij dat. En nu heeft hij geen idee dat ik naar Skins ben geweest. Dus ik ga het nu opspuiten en dan zeggen, ruik eens, ruik eens. Ik ben heel benieuwd naar zijn reactie. Zou je net zien dat hij gewoon niks ruikt. En ik heb nog een ander luchtje. Daar heb ik een proefmonster van gevraagd. Die was ook niet normaal lekker. Die heet van Amiris Fam. Nou, ik ga oud. Ik heb hem nu op mijn pols. En die ruikt zo lekker dat ik echt dacht, ik wil die kopen. Maar ik koop dus geen luchtje zonder het Wout eerst te laten ruiken. Want ja, hij moet er de hele dag aan ruiken natuurlijk. Dus ik vind het wel belangrijk dat hij het oprecht heel lekker vindt. En dat hij gewoon de hele dag opgewonden wordt van mij. Dat vind ik het allerbelangrijkst. Ja, dus ik ga het hem, nou ja, deze kent hij die ik zo ga laten ruiken. Even openmaken. Leuk. Heerlijk. Zo'n nieuwe doos. Ja, dit is hem. Deze. Ik vind de fles niet zo mooi. En dat geel spreekt me ook niet aan. Maar het is zo'n lekker, zacht, subtiel luchtje voor de zomer. Voor de winter is hij echt te licht. Even altijd in je nek. Wist je dat trouwens, dat je altijd als je parfum opspuit, dat je ook altijd hierachter in je nek moet spuiten? Want dat is het warmste plekje bij je nek. En dan schijnt dus als je daar parfum spuit, dat die geur zich helemaal zo lekker, zo lang blijft hangen. En helemaal zo, doordat het zo warm is daar, ja, dat er iets gebeurt. I don't know what. Maar ik heb me dat ooit laten vertellen. Dus nu spreek ik elke ochtend ook helemaal in mijn nek. Onder mijn haargrens. Jawel. Oké, dit moet ik natuurlijk even verstoppen. Want anders weet hij meteen welk geurtje ik heb gekocht. Of luchtje. Zeggen jullie geurtje of luchtje? Ik zeg dus altijd geurtje. Ik heb... Hij is er. Jezus. Jongens. We gaan het meemaken, we gaan het meemaken. Hi! Hi! Snoefies! Hallo? Hi! Ging de deur opeens dicht? Ja. Ik heb daar nu niet afgebeld, het is goed dat je er zo uitziet. Je hebt niet afgebeld?
Lout en ik zouden samen lekker uit eten gaan. Maar hij zei net van, ik ben zo freaking moe. Zullen we alsjeblieft een andere keer gaan? En nu zegt hij weer, zei ik, ja, dan moet jij de oppas afbellen. En nu zegt hij van, ik heb haar niet afgebeld. Heel vreemd dit. Hoezo? Hoezo ja, heb je er... zomeravond is. Ja. Dan misschien kunnen we gewoon dan low-key ergens eten. Misschien niet helemaal high-end alles op en eraan, maar gewoon lekker. Maar meneer wil low-key eten, niet high-end alles op en eraan. Eerst moet jij 1 seconde hier komen. Wat ruik jij lekker en wat zie je er waanzinnig uit? Zie er waanzinnig uit. Ik heb gewoon een soort oud t-shirt aan met een witte broek aangetrokken. Nee, het ziet er helemaal uit als een soort Ibiza-vrouw. Ik wil heel even dat je 1 seconde naar mij toe loopt. Ja, en je ruikt lekker. En ruik eens in mijn nek. Hoeft niet, ruikt hier al. Godverdomme. Ik bedoel... Oh. Ja. Ja, dan doe die camera maar uit, want... Hè? Waar is je nu? Herken je hem? Oh, is dit jouw luchtje? Toen we elkaar ontmoeten. Is dit met dat ei? Ja. Hoe heet die weer? Sunny Side Up. Ja, die? Ja. Nee, ik herken hem niet meteen. Jawel. Oh, lekker. Oh, heerlijk. Ja? Ja. Oh. Hallo. Chill. En ik heb ook een proefmonster, die lijkt mij... Helemaal te gek, maar ik wil natuurlijk jouw mening. Minder. Minder? Je nek echt, die doet het heel goed bij jou. Oh. Hey. Hallo. Snoevenpoefies. Snoevenpoefies. Zijn dat mijn snoevenpoefietjes? Mannetjes hebben honger, hè? Mannetjes hebben honger. Mannetjes hebben honger. Gaan we lekker pastaatje eten? Wil je macaroni? Wil je macaroni? Met tomatensausje? Ja. Lekker toch, schatje? 1, 2. Nou, met de hele familie lekker aan de macaroni. Heerlijk. Heerlijk hoor. Lekker schat. Heerlijk. Lekker genieten. Ja, lekker met je handen. Mag ook wel. Mof ook. Als je maar eet. I don't care. Ja. Heerlijk, hè? We doen even telefoons, doen we niet aan tafel. Ja. We hebben een no phone policy aan tafel. Klopt, ben ik er helemaal mee eens. Ze krijgen dus altijd een toetje, yoghurt met aardbei. Maar zo schattig, want Luca kan dat dus al zeggen. Wil je deze? Ja. Deze? Aardbei. Ja? Wil je aardbei? Deze? Ja. Ja. Dat zijn zo ongeduldig. Oké, dit is heel grappig, want ik had dus dit vandaag aan. Maar Wout had in de middag de kids, dus die had mij helemaal niet gezien. En die wil dat ik dit aanhoud, terwijl ik vind dit niet helemaal een uiteten outfit. Maar hij zei, ja, ik vind het gewoon helemaal een chill outfitje, dus houd alsjeblieft aan. Dus ik heb letterlijk gewoon even wat meer make-up op gedaan. En ready to go. Nou, we zijn gearriveerd en we hebben zo'n topplekje. Want we zitten helemaal aan het einde. Dus we zitten helemaal een soort van privé. En we hebben lekker net oesters besteld en champagne. En hoe blij ben jij dat je nu mee bent gegaan? In het zonnetje. Ja, date ik, night. Toen net de kaart open. Toen dacht ik wel gelijk, bam. Dat is de reden ik ben meegegaan. Maar en, sorry. Je moet je kaart ja, ik laat het even zien. What a wonderful world. What a wonderful world. Goedemorgen. Date night was heerlijk. Zo grappig, want dan ben je echt uiteindelijk maar 2,5 uurtjes of zo weg. Maar het voelt gewoon alsof je letterlijk de hele avond lekker weg bent geweest. We hebben ook echt rustig even aangedaan qua wijn, zeg maar. Want ja, ik haat het als je dan de volgende dag zo geracht voelt. En dan moet je natuurlijk gewoon dealen met de kids. En ja, wij ouders weten allemaal als je kijkt. En je drinkt stevig en de volgende dag word je wakker. Om 6:30, 7:00, you name it.
dan is het leven even heel erg zwaar. Dus wij waren heel verstandig en we zeiden nee, we houden het gewoon bij 2 wijntjes. Dus ik voel me nu ook helemaal top. Ja, en ik wil er absoluut niet te veel tijd hier aan besteden. Maar ik vind het dan zo grappig, want ik had dus ook op Instagram gepost van... ja, superleuk, wat een date night. En we gaan echt proberen om dit elke week te doen. En ik heb zoveel comments dan gehad, of berichten, DM's. Van hele leuke DM's, van oh my god, wat geweldig, wij willen dit ook gaan doen. En tof dat je dit zegt, want het is gewoon weer een reminder. Maar ook heel veel berichten van... jeetje, waarom wil je de hele weg zijn van je kinderen? En jij hebt ervoor gekozen om kinderen te nemen. Zorg dan dat je er bent. En dan denk ik, Jezus Christus, kunnen we even normaal doen? Ten eerste, iedereen leeft zijn eigen leven. Iedereen doet het op zijn of haar manier. En ik judge niet als jij een moeder bent en jij wil gewoon fulltime met je kinderen zijn. Doe het lekker, maar ik ben zo niet en ik vind het heerlijk om even op te laden. En ik denk dat het super gezond is en heel goed is voor je relatie om af en toe gewoon even uit dat gezin te stappen. Lekker samen uit eten te gaan, bioscoopje. Ik ben groot voorstander daarvan. En ja, ik kan ook niet anders om even die comment uit te lichten op Insta. Zodat we ook even gewoon een reality check krijgen van... waar bemoeien we ons allemaal de hele tijd mee, weet je wel? Want ik krijg ook heel vaak gewoon berichten van moeders die zeggen van... wauw, ik vind het echt cool dat jullie gewoon lekker ook je eigen leven hebben. Ik vind het heel moeilijk om dat te doen en ik durf het niet goed. Want mijn familie en mijn vrienden, die keuren dat af. En dan denk ik, oh, dit is zo zonde. Zo ontzettend zonde. Ten eerste, volg altijd gewoon je eigen intuïtie, je eigen gevoel. Als jij voelt en vindt... nee, ik wil ook gewoon mijn eigen leven hebben, los van het gezinsleven. Je kan alsnog een mega goede moeder zijn. Doe dat dan en laat je alsjeblieft niet beïnvloeden door al die meningen van anderen. Want eigenlijk doen die er gewoon helemaal niet toe. Dus, dat wil ik even zeggen. Ik ga me snel even aankleden. Helemaal ready voor een nieuw dagje. Hallo, hallo, hallo. Ik ben helemaal blij, want onze slaapkamer is eindelijk afgeschilderd. Oké, hij is absoluut nog niet af. Maar ik wil jullie gewoon even het resultaat laten zien van het prachtige schilderwerk. Echt, ik ben zo blij dat dit gewoon nu helemaal klaar is. En het is precies hoe wij het voor ogen hadden. En het wordt nog 10 keer leuker als zo meteen het bed erin staat met een nachtkastje en een mooie lamp. Maar het is weer zo tof gedaan, want wij hebben natuurlijk dat speciale effect. En Vesting Paint, dat is dus een verfwinkel en die heeft zijn eigen verfmerk. En die heeft dus dat cementum. En daardoor lijkt het alsof de muren dus een soort van grof gestuukt zijn. Wat je ook dus in Spanje en Marokko en zo veel ziet. Dat hebben wij door het hele huis bijna laten doen. En nu zie ik het weer en denk ik, ja, zo blij dat we dit hebben gedaan. En ook de kleur is dus Copperhead van Lab. Copperhead is dus een beetje een soort rode, bruine... ja, terra kleur echt. Heel diep, heel warm. Als je 's avonds hier ook een lampje aanzet. Ja, dat moet ik echt even laten zien. Je weet niet wat je ziet. Het is zo gezellig en sfeervol. Omdat, ik weet niet, er gebeurt iets met die kleur. En dat vind ik heel vet ook aan hun verf. Dat elke keer als er weer licht op schijnt. Ander licht, daglicht of een lamp en zo. Dan begint het helemaal zo te leven. Dus, nou, hier is het. Ta-ta-da. Kijk even hoe mooi. Dit was echt heel lang gewoon de blauwe muur. Er was allemaal gedoe met vocht, weet ik veel wat. Iedereen die dit wekelijks heeft gevolgd weet hoe deze muur eruit zag. En nu is het dus helemaal, kijk hoe tof. Nou, ik vind het zo vet. En dan ga je door naar het plafond. En daar is dus ook helemaal dat effect. Leuke lamp. Not. En dan hier ook. Het is eigenlijk een soort terra coconnetje. We hebben nu nog bed op de grond. Maar we gaan dit weekend het bed in elkaar zetten. En dan is dit veel meer een nisje. Dus dan komt hier het bed. Ik wil het ook nog even laten zien, zeg maar, vanaf de tuin. Kijk dan. Ja, ik weet niet. Ik word hier gewoon zo blij van. En het slaapt ook zo fijn. Ja, het klopt gewoon als een bus. Oh jongens, ik ben even hier. Oh,
We hebben dus de luieremmer in onze badkamer staan, omdat we eigenlijk altijd luiers verschonen op bed. We hebben gewoon letterlijk die commode die we ooit hadden, gewoon zo'n kast. Ik denk dat we de boys daar de eerste 2 maanden op hebben verschoond. En toen, ja, met een tweeling dan word je heel creatief. Altijd gewoon op bed verschoond met een doek eronder. En hoppa, op de bank, op het kleed. Eigenlijk overal, maar niet op de commode. Dus we hebben ook de luieremmer hier in onze badkamer staan. En dan vergeet je het een vuilniszak van boven mee te nemen. Dus dan propte ik nu dagenlang... Ja, hou maar op, jullie denken nu vast dat ik een soort ranzig beest ben. Maar propte ik dagenlang... alles in een H&M-tas van een bestelling die ik had gekregen. En die zit dus nu vol. En ik wilde dus net even deze 2 luiers erbij doen. Nou, ik deed die zak open. Ik denk dat er oprecht geen ergere geur bestaat dan de vuilniszak. Of in dit geval die zak. Dan met luiers. Oh, wat is dit erg. Dit is gewoon, dit went nooit. En omdat hij er dus nu ook alweer een paar dagen hier zo ligt. Kijk, nu ruik ik niks. Maar zodra ik het open doe, walgelijk. Dus ik ga hem nu ook niet meer open doen. Ik laat hem dicht. Ik ga een vuilniszak halen boven. En dan stop ik al deze troep daarin. En dan gaat het op straat. Tenminste, met de vuilnis mee. Ik heb trouwens ook allemaal leuke bestellingen gedaan bij H&M, bij Zara, allemaal voor de kids. Want ze zitten nu weer in zo'n tussenperiode dat ze een beetje tussen de 86 en 92 hangen. Luca is veel groter dan Wolf, dus je ziet nu echt dat de rompers en de broekjes worden dan veel te klein voor Luca. En Wolf past het perfect. Dus ik heb nu weer gewoon een lading gehaald met allemaal veel grotere maten. Ik ga er even heel snel doorheen. Het is ook helemaal niet zo bijzonder. Het zijn voornamelijk gewoon chille joggingkleren. Want dat vind ik gewoon ja, super lekker voor hun nu. Ook omdat ze nog niet echt lopen en heel veel kruipen. Denk ik, ik koop gewoon allemaal lekker van die zachte joggingdingen. Helemaal van die comfy. En ik vind het ook zulk idioot weer. Het lijkt wel winter. Dus ik heb ook weer gewoon warme vesten zo gekocht. Maar kijk. Zoals je misschien aan de doos al zag. Dit is allemaal van de Zara. Dus dit broekje vond ik super leuk. Heel stoer. Ik hou heel erg ook van dit soort... Ja, dit lijkt dan een beetje vintage. Zo. En dan de achterkant. Oh nee, niks. Oké. Ik dacht dat er iets op de achterkant stond. Dit. Ik vind roze ook gewoon heel leuk voor jongens. Ik hou gewoon van een roze kleur. Misschien zelf gewoon te erg. En dan denk ik, ja, boeien. Dit zie ik helemaal zo bij Wolfie of bij Luca. Met een leuk hier dingetje. Dan nog deze broek. Vond ik ook helemaal stoer. Met die naden zo. Deze trui heb ik 2 keer. Voor de boys. Ik hou heel erg van ze hetzelfde aankleden. Maar het hoeft van mij niet elke dag. Dus ik koop niet alles 2 keer. Dit toevallig wel. Ik vond dit heel leuk met die brede strepen. Ook 2 keer. Dit vond ik een super mooie kleur blauw. Voor bij hun ogen. Heel mooi, ook leuk voor de winter. Ik heb ook alles gewoon in de maat 2 tot 3 jaar. Sowieso die maat van de Zara kloppen altijd van geen kant. Lekker joggingbroekje. Van binnen ook zo lekker zacht. Ik wil dit zelf gewoon aan. Dit vond ik een te snoevig pakje. Kijk nou dit broekje met Los Angeles. En dan helemaal zo'n leuke vintage vibe sweater. Ook van Los Angeles. I love it. Dit is toch te cute. Hoe leuk als dan bijvoorbeeld Luca deze aan heeft. En dan die roze net van New York doet Wolfie aan. En nog 2 heerlijke truien of vesten. Gewoon army kleur vind ik altijd stoer staan. Bij zowel jongens als meisjes. En leuk met een leggingtje. Met iets straks eronder. Dan maakt het weer wat meer fashion. Dus ja, ik ben weer blij met deze nieuwe lading. En van H&M had ik ook allemaal dingen. Die heb ik allemaal al gewassen. Ik was altijd alles eerst wat ik bestel. Nou, dit is eigenlijk helemaal niet de moeite om het te laten zien. Gewoon letterlijk een grijze hoodie. En ja, gewoon nieuwe lekkere leggingjes. Vind ik altijd chill van H&M. Nou, en dan deze. Ze hebben altijd bij H&M ook van die streepjes pakken.
vond ik altijd heel cute. Zo'n rompertje met een bijbehorend leggingje. Deze. En dat dragen ze ook gewoon heel veel. En dat vind ik ook apart van elkaar super leuk. En dan met zo'n blauw randje helemaal cute. Oh, en kijk, deze leggingjes heb ik ook nog van H&M. Helemaal snoevig. Ze hebben ze ook al aangehad. En dan ja, hebben ze echt van die hele schattige luierkontjes in deze strakke legging. Ik vind het zo cute. Hou op. Oké, ik moet nu even opschieten. Want wij gaan iets geweldigs doen. Wij gaan namelijk, en ik kan niet geloven dat ik dus zo'n moeder word, maar ik word een bakfietsmoeder. Ja. Ik weet nog, zo grappig, dat mijn vader, jullie hebben natuurlijk hem ontmoet hier op YouTube en jullie zien wel gewoon een heerlijke gek is het. Geen blad voor de mond. En die zei altijd, als ik iets aseksueel vindt. Want toen woonden we vroeger natuurlijk opgegroeid in Oud-Zuid. En dan hadden sommige moeders dus een bakfiets. Maar dat was toen nog helemaal niet hip. Echt bijna niemand had dat. Gewoon echt maar een paar. En dat waren dan vaak van die hele kunstzinnige types, weet je wel. Echt met haren kort. En nou, je begrijpt een beetje wat ik bedoel. En die zei dan, als ik iets onaantrekkelijk vind, is het een vrouw op een bakfiets. En ik moet er altijd aan denken. En nu ga ik dus zelf een bakfiets kopen. Omdat het super handig is in Amsterdam met de boys. Ik vind het wel een beetje spannend. Want ik denk, oh, het verkeer en zo. Ik wil wel echt even goed oefenen en zo. Voordat zij erin gaan. Maar ik kijk er ook enorm naar uit. Want ik zie dan allemaal vrouwen door de stad. Helemaal zo soepeltjes links, rechts. Bam, bruggetje over. Als een soort jekko gaan ze door die stad heen. Denk ik, ja, ik zie mijzelf dus ook wel zo op zo'n racemonster. Ook vet chill. Ja, als je bijvoorbeeld... Oh ja? Ah! Jezus! Nou, ik schrok me helemaal dood. Ik had het door, ja. Zag jij mij niet? Ik was gewoon vol aan het vertellen dat wij nu een bakfiets gaan kopen. Joehoe! Nou, ik kom er zo aan. Nou, dit is zo erg. Okay. Dit is karma. Want weet u dat ik vorige vlog natuurlijk Vita heel erg liet schrikken? En nu wout mij. Oh god. Nou, waar was ik? Helemaal van me apropos. Ik heb er gewoon heel veel zin in om dat ding te hebben. Want ik zie mezelf ook gewoon in mijn eentje erop, weet je wel. Als je even naar de andere kant van de stad moet. Vet handig. En ik denk echt dat het je leven gaat verrijken. Want ik hoor echt van heel veel vriendinnen, die hebben er al één. En andere moeders en zo, die zeggen, schat, je gaat het meemaken. Het is fantastisch. Je wil nooit meer zonder. Dus ik heb er zin in. En je kan ook, top. Je kan ook lichtjes, dan kan je witte de, en de zwarte. Ja, de zwarte mooie. Oké, mensen, wij hebben net een Urban Arrow gekocht en ik moet zo wennen aan dit ding. Oh, gelijk tegen een paaltje. Dat gaat ze hoor. Mami fiets. Later. Maak even een testritje, want het is toch wel weer even anders zo'n bakfiets. Zo'n ding is 3 meter voor je gevoel. Dus Edi rijdt achter mij op de Urban Arrow. Ik fiets voor haar uit als een soort tour guide door Amsterdam. Is wel helemaal leuk dit, want we hebben verder eigenlijk even niks te doen. Dus we gaan even gewoon testfietsen. Heerlijk. Vind je het leuk, schat? Heerlijk. Nou, ik moet zeggen, we zijn nu een beetje 10 minuutjes hier aan het toeren op de grachten. En ik krijg het steeds meer onder de knie. Maar ja, dit is te geestig, want toen we hem dus net hadden vandaag, toen ging ik dus hierop. Dus ik de accu erin stoppen. Dat zie je hier, zeg maar. Moet je daar doen. Dus ik de accu erin en hup, gaan. En Wout zei, wat ga jij langzaam? Hallo, zet hem gewoon in turbo. Kom op. En toen, nou, ik gewoon, ik zei, ja, nou, ik vind het helemaal niet chill. Ik voel niks. Wat een kutfiets. Dus nou, op een gegeven moment kwamen we aan op de Keizersgracht. Dus een enorme gracht, zo, omhoog. Dus ik zo, viel ik ongeveer half. Ik kwam die gracht gewoon niet stil op. Dus uiteindelijk stoppen wij hier bij een stoepje. Kijk ik, is gewoon die hele accu er helemaal niet in.
zo dom. Dus het trapte natuurlijk gewoon nog zwaarder dan een normale fiets. Dus ik dacht echt, wat is dit? Maar nu zit die accu erin en het is echt vet chill. Echt een ANWB-koppel. Ja, we zijn echt een ANWB-koppel. Allebei nu met een groen legerjasje en allebei op een zwarte fiets te zetten. Dit is weer bizar dit. Oh, wat erg dit. Wel leuk. Enig. Nee, maar ik wil... Nee, zit in mijn tas. Ik krijg een korting bij de koffie. Ik wil wel echt gewoon even goed oefenen voordat ik Wolf en Luca hierin doe. Want dat vind ik dus best wel eng nog. Dus ik ga eerst gewoon lekker een weekje een beetje toeren op die fiets. Dit is toch fantastisch. En dan gaan we hun straks erin vervoeren. Hoe cute. Goedemorgen. Wij zijn iets heel leuks aan het doen. Namelijk ons bed in elkaar aan het zetten. Eindelijk na al die maanden op een matras te hebben geslapen. En dit wordt wel wat. Heerlijk zo in dit hoekje. Ja, het is toch helemaal knus? Ja. En hij past precies en we hebben nog hier gelukkig wat ruimte om uit bed te stappen. En hier dus ook. Het is wel minimaal natuurlijk, maar het is ook een gigantisch bed. Want hoe groot is het bed nou ook weer? 2 meter bij 2,20. Ja, ik bedoel maar. Yes. Ja, dat is zo chill. Ook voor als de jongens lekker bij ons komen. Wij raken elkaar in bed ook bijna nooit aan. Van überhaupt al. Nee, maar... totaal niet. Moet ik niks van hebben. Nee, het is wel zeg maar, dan gaan wij in bed liggen, gaan we knuffelen om wel te rusten. En dan draaien we ons om en liggen gewoon een meter van elkaar af. Ja, zo je chill. Gewoon, je kan gewoon goed slapen daar hoor. Niet zo dat je als je draait of tegen iemand aan draait. Nee. Ruimte, gewoon, ja. Maar kijk, joh, ieder heeft gewoon zijn eigen hoek. Nou, ik zou het liefst eigenlijk nog gewoon van muur tot muur. Zo. Ja. Gewoon dat je helemaal... Ja, als we een grotere slaapkamer hadden gehad waar dat kon, dan hadden we dat zeker liggen, gedaan. Ja. Allebei. Ja, te gek. Zeg je nou als we een grotere slaapkamer hadden gehad? Ja. Je wil een nog grotere slaapkamer dan dit? Nee, maar ik bedoel, dit nestje is toch gewoon... Verwend nest ben je. Jij bent zo slim en handig. Ja, jou, hè? Dat is zo slim. Ik word helemaal opgewonden van jou. Zo'n handige man. Klusser, wat doet u nu? Ja. Oh, dit heeft ook zoveel lekkerder voel dan. Hij stuitert weer. Voel je dat? Heerlijk. Voel dan. Oh, dit is zo lekker. Dit deed hij niet op de grond. Hij is echt. Slaap lekker. Oh, dat gaat zo lekker slaan. En voel je het verschil in die bounce? Wie weg gaat welke kant? Voel dan. Je hebt gewoon hier weer echt die bounce. Die was er niet op de grond. Wie gaat welke kant? Ik ga hier. Oh, want? Lekker, zo bij de tuin, heerlijk. Ook soms wakker. Maar dan lig ik bij het gevaar. Ik zet een gordijntje open. Ja, maar je bent er toch ook voor omdat het... Maar ik moet wel heel veel naar de wc, dus it makes sense, maybe. Zo, en hoe? Dat ik hier lig. Zo. Dit is toch heerlijk. Mag ik een kussen? Mag ik een kusje? Ah, Jezus. Jezus. Wij zijn blij.